Dag beste vrienden. Vandaag gaan we kastanjes poffen in onze video. Kastanjes zijn onmisbare snacks voor de winter. Ze zijn heel erg lekker en ook gezond. Ze zijn een bron van vele vitamines, mineralen en hebben een rijke vezelstructuur ook. In deze video zal ik jullie laten zien hoe je de kastanjes op een gemakkelijke en smaakvolle manier kan poffen. Kijk, het gaat gewoon vanzelf open. Heerlijk. Om te starten heb ik de kastanjes al gewassen. Dan hebben we een scherp mes nodig. We snijden de kastanjes in met een kruisje. Zo. Het is niet nodig om rondom de kastanjes te snijden. Zo is het voldoende. Gewoon een kruisje. Ja. Daarna doe ik de kastanjes een half uurtje in het water en laat ze weken. Op deze manier worden ze sneller gaar en je kan ze ook gemakkelijker pellen. Dan doen we de kastanjes in een pan en zetten op het vuur en beginnen te koken. Ze worden droog en beginnen te poffen. We draaien ze even zodat alle kanten goed garen. We poffen ze zo'n 10 à 15 minuten. Kijk, ze zijn allemaal opengebarsten. Heerlijk. Die geur al, zo lekker. Ze zijn bijna klaar. Het is zo gezellig in de winter kastanjes poffen. Ja, ze zijn al klaar. Maar we laten ze eerst even enkele minuutjes afkoelen, zodat we onze handen niet branden. Heerlijk. Ik zal zeggen, laat hem maar smaken. Ja, ze zijn bijna klaar om te pellen. Zo mooi zijn ze, kijk. Goed. Dan gaan we ze pellen. Kijk. Hoe gemakkelijk gaat het. Gewoon zo bijna vanzelf. Heerlijk. Ik hoop dat je onze video leuk vond. En als je het leuk vindt, vergeet alsjeblieft niet om te liken. En we zullen je heel erg dankbaar zijn als je je op ons kanaal abonneert om ons te steunen, zodat we nieuwe video's kunnen maken. Hartelijk dank en tot de volgende. Dag!